Toen ik jou net aan <laughs> lopen, nee, dus toen dacht ik. Ja? Heel veel mensen hebben bindingsangst, maar ik dacht in, in jou bijna een soort bindingsdrift te voelen. Ja, dat zou wel kunnen kloppen. Ik heb overleefd door. door. Ja, me te binden met vreemde mensen. Ja, zeker. En dat, dat is mijn grootste talent. Dat ik ben een soort mensenmagneet en ik kan me heel snel binden ja. met mensen, maar. Daar zit ook een bindingsangst onder. En, en dat is, is... Het gaat samen. Maar is het ook eenzaamheid? Oh, eenzaamheid. <laughs> eenzaamheid is er altijd, toch? Ik ben heel vaak alleen, echt al. Vijf jaar voornamelijk alleen in mijn leven. Heb ik ook echt nodig, hè. Dus uh, ik heb al die hersendingen overleefd, maar ik ben supergevoelig. Dus ik heb heel veel tijd alleen nodig. Het komt veel binnen ook. Ja, dat staat soort van open. Ja. Dus het is gewoon heel goed voor mij om veel in de natuur te zijn, veel alleen te zijn. En soms voel ik me daar wel eenzaam. Eenzaam vind ik de negatieve factor. Ja. Hè? Dat ik dan, ook hormonaal. <laughs> en dan denk ik van, oh, ik ben zo zielig. Maar over het algemeen ben ik blij nu met mij. En, en dat ja, samen zijn, in verbinding met mezelf, beter dan vroeger, veel beter dan vroeger.